Woehoe, en welkom terug bij het Survival Island. Ja, ja. Met een nieuwe texture pack. Beter. Ja, die stenen. Hij ziet er sowieso uit. Oké, laten we verder gaan met die mushroom proberen te maken. Ik heb alleen zeg maar dus geen pickaxe. Ik had er eentje, ik heb nu ook geen pickaxe meer. Nice! Doe de idiot mobiel open. Oké, wacht, ik haal een pickaxe op. We kunnen ook... Oh, dat ziet er leuk uit. Ook. We kunnen weer bomen farmen. Kijk eens. Wacht, ik moet even... Pak even de pickaxe, de diamond pickaxe pakken. Mooi. Wat een mooi vliegtuig. Oh. Oké. En laten we maar weer eens even wat challenges ook gaan doen. Beginnen met die mushroom. Had jij een pickaxe? Ik ben nu één pickaxe aan het maken, ja. Oké. Hier heb je een stokje. Dank je. Ik zat trouwens ook te denken, we waren natuurlijk al het avontuur naar het Nether toe, weet je wel. Ja. Om daar zomaar terug naartoe te gaan met een pickaxe en een bucket. Ja, is goed. En kijken of we daar zeg maar nog iets awesomes kunnen doen. Is goed. Maar zullen we ons eerst even wat challenges gaan doen? Ja, nee, maar ik denk misschien vinden we daar ook nog wel iets wat nuttig is. Ja, nee, is goed. Oké. Hoe hoog moet het allemaal? Ja, doe maar 8 hoog of zo, 7 hoog, zoiets. Aha. Loop lekker in de weg. Ik had het even opgezocht en we moeten gewoon even veel ruimte hebben. En hopelijk werkt het dan. Zo. Ja, welke mushroom gaan we trouwens planten? Een rode of een andere? Een rode. Rij. Dat moest ook. Even kijken, hij is nu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hij moet nog eentje hoger. Ja. We komen zo meteen bovenuit lava, hoppakee. Ja, dan is het snel afgelopen. Nee, maar we zitten bijna onder het oppervlakte. Ja. Zo. Ik vind deze texture pack wel beter uitzien. Vind ik ook. Ik vind hem mooi. Ik vind hem wel mooi, hè? Ik ben wel benieuwd hoe zometeen die zombies. Volgens mij schrik ik me echt de kleuren, want die zien er best wel eng uit, volgens mij, deze texture pack. Volgens mij is helemaal niks zo'n beetje eng in Minecraft, alleen als het onverwachts is. Maar dat is bij alles. Oké, zo, nu is hij 7 hoog. Oké, laten we deze rand nog even weghalen. Ja, lijkt me handig. Zo. Bijna, kom op. Op. Ik zie geen hol, joh. Oké, we kunnen hem bijna planten, denk ik. Oké. Ja, ben je er klaar voor? Oh, nee, toch 1 blokje? Ja, ik ben er klaar voor. Is dit boomdeel trouwens? Ja, dit is boom. Wat? Haal de torch weg, dood. Oké, komt-ie. Waarom doet hij het niet? Wacht. Ga ze weg, helemaal weg. Vuur. Wat doe je? Niks. Mooi, hoor je dat? Wat? Nee, dat hoor ik niet. Ik word hier strontzagrijnig van die mushroom. Ik maak het even dicht. Zo, nou. Nog een keer. Nog een keer. Oh. Hup. God. Werk. Well, you know, worky. Oké. Nou ja, oh wacht, ik weet het al. Hij moet op dirt. Nee. Jawel, nee, echt serieus. Heb je dirt bij je? Toevallig niet. Wel gravel. Ik heb één gravel, misschien werkt daar wel. Het gaat sowieso falen. Ja. Zoek hier dan even dirt of... Hey, kijk, je kan hier ook nog... Of nee, hier is niks. Oké, laten we onze farm eventjes wat uit gaan breiden, want we hebben nu heel veel nieuwe shit. Zullen we dat even doen? Ja, is goed. Die mushroom komt ooit wel een keer. Ja, dat komt wel goed, joh. En de bomen even farmen en zo, gewoon eventjes weer orde op zaken stellen. Mooi, de bomen. Oh kijk, ik heb toch gezien hoe een zombie eruit ziet. Even kijken hoor, waar is hij? Ah, oh, Josje komt de spin in mijn rug. Waar ben jij? Waar ben jij? En weer die gaat ervoor. Waar ben jij? En weer die gaat ervoor. Hij ignoreert aan en hij wordt in elkaar gelegd. Dat is een rare spin. Dood. En weer gaat in de boomhut. Oh, wat een schatje. Hij is echt super sexy, deze zombie. Juist, dit is echt de... Oh, oké, Daan, je moet even helemaal boven op de berg. Oh, die achterlijk grote boom inderdaad, die hadden wij nog. Ja. Oeh, die ziet er ook mooi uit. Eens kijken. Jezus. Dat is echt niet normaal. Wacht. Via al deze bomen kun je erin komen. Dus, ga jij deze even farmen? Ja, ik pak anders even de pickaxe. Nou, pickaxe de axe van. Zonde van zon. Ik ben hem bijna bij de bovenkant. Ja. Hier pickaxe. Normaal axe. Waarom zeg ik altijd pickaxe van normaal axe bedoel? Yes, ik ben op de bovenkant van de boom. Maak er een boom met van je. Dat is best wel vet nog. Maar dit kun je beter doen in zo'n jungleboom. Deze bomen zijn er alsnog te klein voor. Moeten we ook van die vines hebben? Hm? Moeten we ook van die vines hebben, weet je wel? Ja, klopt. Maar ja, dat is hier gebeurd. Hm? Wat? En zaten wel lief, zaten ze maar gebukt, zaten ze maar in de grond heel vaak. Cool. Ik maak de farm anders wel even wat groter, dat vind ik wel leuk om te doen. Auw, auw. Ik val wel eens een golf van de berg af. Oké, ik moet een hol. Hier. Ik moet... zaad. Zo, dat is veel zaad. Dat is zeer veel zaad. Moet je vooral geen kolen gaan drinken, hè, Daan? Goeie grap, man. Oké, dat sloeg helemaal nergens op, maar dat heeft nog een diepere achtergrond. Die wij niet gaan vertellen. Nee. Heeft iets te maken met aangeklaagd worden ofzo. Nee. Je wordt toch wel aangeklaagd. Meer. Ik kan niet goed zien bij deze texture pack of ze nou al klaar zijn of niet. Zeg maar. Kan. Meer. Nou ja, boeiend. Oh. Het is echt een mongolenboom, zeg. Ja. Trouwens, dat sugarcane is ook alweer keihard gegroeid. Ja, mooi. Daar kunnen we papier van maken, want we moesten ook 10 boekcases maken, toch? Aha, ja. Nou ja, kunnen we dat wel even doen. Ja, als jij dan even die sugarcane farmt. Ik... sugarcane farm. Zo. Hoe slim is dit? Heel slim. Slim level down. En nu gewoon hier even alles oppikken. Oh, onder water ziet het er ook nog best wel mooi uit. Ik ben blij met deze texture pack. Yep. Het is een goede investering geweest. Ja, gratis investering. Maar het is een investering. Gratis? Het is een goede investering. Son of a bitch. Oké. Ik helemaal 5 tientjes neerleggen voor een texture pack. Ja. Nou, blijf van af. Even kijken, hoeveel sugarcanes heb ik nu? Ik heb er 74. Daar moeten we een heel eind mee komen. Ik zal er even wat papier van gaan maken. Doe dat. Kijk, zo. Goleboom, ga kapot. Oké, hoe ga ik dit het slimst doen? Zo hard, ja. Oké. Heb je het nou over mij of over jou? Over jou natuurlijk. Is het goed. Kijk, perfect. Nu heb ik papier. En dan... boekcase. Hoe maakte ik er ook weer een boek van? Ja, ik weet het. Moet je eerst zeg maar een goed verhaal hebben, weet je wel. En dan moet je een beetje gaan schrijven. Goed. Kut, hoe maak je een boek? Volgens mij met diamond, maar... Je gooit gewoon overal diamond in, dat komt toch goed. Daan? Sorry, mijn microfoon stond uit. Oh, echt opeens van. What the fuck? Ja, nee, ik had het zelf even niet door. In ieder geval, ik vroeg aan jou, heb jij veel hout? Nee, eigenlijk niet. Maar... Is dat een ja? Heb jij die mushroom hier buiten neergezet? Kut, de boom valt uit elkaar en ik zit helemaal bovenin en... Dat wil ik niet missen. Waar ben jij? Ik kom weer uit, jij zit er nog bovenin. Nee. Hé, er zit een Mongool. Ja, ik kon het niet laten, sorry. Ja. Moest jij nou nog hout hebben? Nou ja, als je wat naar mij kan roepen. Ga jij eens verder met die boom te farmen anders? Ja, was ik mee bezig dat ik jij naar beneden. Oh ja. Sorry! Sarcastische sorry of van? Nee, de geweldige soort van sorry. Daan dus. Erwin, kijk uit achter je. Nee, doe niet! Ik ben bijna dood! Nee! Ik heb nog één hartje. Ik stond echt op het punt om je te kritten, jongen! Waar sloeg jij mij mee? Jongen, gewoon met een ex. Weet je wel. Dit zit er fucking veel. Ik heb ook nog maar één hartje. Ik sta nu zeg maar in een boom. Zou je geen inkt nodig hebben voor een boek? Echt, mijn survival skills zijn echt dramatisch. Ja, ik kan van die onderwaterbeesten gaan farmen voor inktzak. Ja, alleen je hebt... dat heb ik net... Maar je hebt geen inkt nodig om een boek te maken. Want ik ga gewoon alle mogelijkheden langs. Eén. Nee. 3 op een rij. Nee. Oh, denk nou eens na. Hoe maak ik een boek? Oké, volgende aflevering. Ik ga het hierna googlen. Ik vond die cactus hebben eigenlijk helemaal niks aan, hè? Nou, we kunnen er nog wat leuks mee doen. Ja, we kunnen ze ook weghalen, want ze nemen veel ruimte in. Ik haal ze wel weg. Zo. Ik haat het even. We moeten even wat challenges gaan doen, Erwin. Ik word hier chagrijnig van. Ik weet niet waar je chagrijnig van wordt, maar... Van jou. Oké, dat is mooi. Oh. Komt goed uit. Kut. Je moet even wat spullen van mij opkomen pakken. Hoezo? Omdat ik... Ja, godverdomme. Vreet ik deze appels op. Ik ben er zo mee bezig met de boom te vormen. Nee, zo, ik red het al. Zo. Oké dan. Oh, nieuwe watermeloen. Nou ja, we hebben dus watermeloen farm. Ja, die vind ik wel goed. We hebben sugarcane farm. Dat vind ik ook weer goed. We hebben een wheat farm. We hebben een soort van pumpkin farm. Dus de farm zitten wel goed. Zal ik ons huis heel lelijk afmaken? Ja, is goed. Ik maak hem in ieder geval wel even af. Hij wordt wel lelijk, maar ik maak hem wel af. Ja. Dat was kans. Okay, zo. Oké. Oh, dan heb ik eerst stairs nodig. Zo. Wat ben jij nou? Ik zou nog cobblestone stairs maken. Ja. Ben ik nu aan het doen? Wat ben jij nu aan het doen? Ja? Wat ben jij nu aan het doen? Saplings aan het planten. Nice. Super nice. Sorry. Je weet toch? Ik kreeg even een uitbarsting. Van? Van blijheid. Ja, yeah, oké, het kan. Hè. Zo. Dit gaat hem worden. Ik ruik het. Ik ruik het. Nee, ik zet hem meteen verkeerd als om neer. Je goed toch? Ja toch. Weet ervoor. Hop, 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 hop. Oh shit, oh. Kijk hem gaan. Oké, nu weet ik niet meer hoe ik verder moet. Deze kanten maar. Oh, ik haat dit. Ik moet een betere manier vinden. Maar ja, dit was denk ik het einde van deze zeer interessante aflevering. En blijf kijken. Tot de volgende keer.